Wel, Peres, goedemiddag. Een nieuwe CD, Gypsy. Mm-hmm. De negende al, hè? De negende al, en ja. Is er veel verschil met de vorige? Ja, toch wel. Ik vind zelf dat deze CD veel volwassener klinkt. Deze CD is ook echt on the road ontstaan. Dat wil zeggen? Eigenlijk on the road, dus eigenlijk onderweg. Ik heb heel veel getoerd de afgelopen maanden. Ik ben eigenlijk al vanaf januari bezig, ondertussen 50 concerten gedaan. Dus eigenlijk heel veel on the road. Hè. Die mannen hebben altijd een flamenco-gitaar bij en dan komen er eigenlijk allemaal ideeën en die ontstaan daar eigenlijk. Hè. Je bent er ook heel lang mee bezig geweest, hè, met deze CD? Ja, ongeveer een jaar. We zijn een jaar geleden zijn we ermee begonnen. En we hebben eigenlijk heel veel live muzikanten deze keer uitgenodigd om toch wel een beetje die lijn te houden met de concerten die ik geef. Ik vind het toch wel belangrijk dat ik een beetje als live muzikant, eigenlijk live artiest geprofileerd word. En bijvoorbeeld de next drummer van Anouk hebben we uitgenodigd om de platen te komen inspelen. Het is een hele bijzondere mix. Er staat ook een nummer op van Vultura. Ja, maar dat is een versie van Hemels Blauw, inderdaad, Rebel de Amor. Hoe begin je daaraan? Ja, hoe begin je daaraan? Een paar jaar geleden is eigenlijk een cd gemaakt voor Vultura, een ode aan Vultura, Vivatura. En had hij mij gevraagd om dat nummer eigenlijk te zingen. En Rebel de Amor is eigenlijk zijn eigen leven beginnen leiden. Een line dance, dus eigenlijk wereldkampioen line dancer, heeft dat nummer in zijn workshop gestoken. En we krijgen nu allemaal mails van China van wat is dat nummer, wie zingt dat? Vultura, wereldberoemd in het Spaans. Ja, dat moet lukken. Ja, wereldtaal, hè. Ik kan er maar je voordeel mee doen natuurlijk. Ja. Voilà, zo is je bent nog voor andere dingen ook heel erg mee bezig. Gisteren nog zat je op een heel speciaal concert. We hebben daar beelden van. Ja. Ja, dat is dus een wat ze noemen een EO Jongerendag van de Evangelische Omroep. Inderdaad. Christelijke liederen gezongen of zo. Ja, ik ben daar mijn single gaan promoten, mijn nieuwe single Dime que tú quieres. En ze wilden mij eigenlijk als neutraal persoon daar in de studio hebben zitten. Om eens het is te niet kijken. Uit een of andere religieuze overtuiging of zo. Nee. Ik was daar als neutraal iemand en ik moest eigenlijk een beetje gaan polsen hoe dat nee, 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 geloof. Perfect in orde. Het kan geen kwaad. Nee, het is daarom. Nee, dus ik heb daar eigenlijk in de voormiddag meegelopen en dat was eigenlijk heel gezellig. Ik heb daar lekker mijn ding kunnen doen en meegebabbeld in de studio. Dus, en ook religieuze liederen gezongen, kan je dat? Ik heb ooit Ave Maria gezongen. Heel veel mensen denken dat dat origineel is, Ave Maria. Maar dat is eigenlijk een nummer gezongen door David Bisbal, een heel grote ster in Spanje. Dus misschien dat de titel wel iets religieus heeft, maar voor de rest heeft het eigenlijk niks te maken met het religieus. Je bent heel populair in Nederland, hoor ik. Hè? En je presenteert dat programma's. Ja, Troost Muziekfeest. Hè. Ik doe ondertussen 2 jaar. En eigenlijk heel plezant. Van het moment dat ik... de mogelijkheid kreeg om dat te gaan doen, heb ik zoiets gehad van, ik wil dat eigenlijk wel doen. Ik vind als artiest moet je jezelf blijven ontplooien. En of dat dan nu is door te presenteren of zo in een film mee te spelen, of maakt niet uit. The sky is the limit. En ik doe dat ondertussen 2 jaar. De laatste is in januari geweest. En we zien wat dat de toekomst brengt. Voor welk programma? Troost Muziekfeest, ja. En dat doe je heel goed. Daar hebben we ook beelden van. Ah, oké. Welkom bij het Muziekfeest op het plein en op de parade in Den Bosch. En hebben jullie er zin in vanavond? Oh, fantastisch. Ja, want de deurzakkers die hebben de toon al gezet. Vanaf aanstaande zondag wordt Den Bosch oeteldonk. En dan wordt hier heel, heel, heel hard gefeest volgens mij. En dat is ook de bedoeling vanavond, want onze allereerste artiest staat al klaar. Hij is ontzettend populair. Hij heeft ondertussen zijn eigen real-life soap. Geef hem een heel groot applaus aan meneer. Hier is Thomas Bergen. Heel vlot, zoals we je kennen, maar wat mij opviel is dat je ook een Nederlands accent hebt. Dat wist ik dat ik daar ooit op gepakt zou worden. Ja, maar ik woon tegen de grens aan. Hè. Ik heb ook nog 3 jaar in Nederland gewoond. Dus eigenlijk is dat voor mij even omswitchen zoals ik Engels en Frans spreek. Hè. Voilà. En nog een taal erbij, Nederlands. Is dat ook een beetje een sollicitatie, dat presentatiewerk? Misschien voor in Vlaanderen of zo? Ik heb het eigenlijk aangenomen omdat het in mijn straatje zit. Het blijft muziek en het is eigenlijk op een plezante manier mijn collega's aankondigen. Maar ja, wie weet. Nu heb ik zoiets van... Eerst mijn ding doen, zingen en voilà, mijn album promoten en we zien wel wat het over een paar jaar geeft. En wat ga je voor ons zingen? De nieuwe single die Dime que tú quieres. Ja. En dat betekent? Dat betekent, ja. Zeg me dat je wil. Allee, kom aan. Dat was aan jou gekeken. Voilà. Mogen we? Ja, okay. Absoluut. Oh, desierto quiero ser, con cada beso que te doy te voy quemando. Como una ola de deseos loca y fiel, que poco a poco por tu espalda va bajando. Esa
tema la razón, mariposa con sus mil besos al viento. Y si me siento libre en el corazón, solo por ti nací en el mundo, ay, date cuenta. Esa mujer que te quiere entera y te hace sufrir, con solo acariciarla te entran ganas de vivir. Esa mujer, la del día y de la noche, la que se entrega y la será tu salvación. Dime qué tú quieres, dime cómo quieres, dime la verdad. Dime, dime qué tú quieres, dime cómo quieres, dime la verdad. Ja. Wat willen wij nog zeggen, hè? Je bent licht opgewonden, hè? Wij, ja.